geschiedenis van Fort kent vele mijlpalen. Een groot aantal daarvan is samengebracht in Degham in het Fort Heritage Center bij Londen. Een paar van die wapenfeiten hebben we hier bijeengebracht en dan gaan we mee een rondje om de kerk rijden. En ik denk dat het er zomaar nog wel eens twee zouden kunnen worden ook. De Taunus, hier Cortina, ging er bij de Britten in als koek. Fort heeft er tussen 1962 en 1982 maar liefst 5 generaties van gebouwd. En van iedere generatie zijn er meer dan 1 miljoen verkocht. De Ford Cortina schopte het zelf tot best verkochte auto van Engeland. Deze Cortina is een Crusader. Het is de allerlaatste die van de band liep in juli 82. De best verkochte auto van Engeland is wel een enige slijtage onderhevig. Je voelt de auto een beetje wiebelen, een beetje zwaaien op zijn onderstel. Dat kan eigenlijk niet meer. Maar zolang het rechtdoor gaat, is het best een aardige auto om te rijden nog steeds. Ook vandaag. Ik heb een snelheidsmeter voor mijn neus, die gaat tot 140 mijl. Nou, dat zullen we mij langer na niet halen. En gewoon nog een standaard asbak. Tegenwoordig zouden ze in een rokerspakket zitten. Deze Granada stamt uit hetzelfde tijdsgevricht als de Cortina. Deze auto uit 1979 had een bijzonder moeilijke taak. Hij moest namelijk meerdere auto's tegelijk vervangen. De Zephyr en de Zodiac in Engeland bijvoorbeeld en op het vasteland een auto als de Taunus 17M. Comfort en een soepel rijgedrag, dat waren de belangrijkste wapenfeiten van deze auto. Zo'n oude Granada, dat gaat eigenlijk nog best. Als je rustig rijdt en lekker rechte weg hebt, dan kan hij vandaag de dag nog lekker mee. Maar bochten moet je niet rijden met deze auto. Stuur voel je bijna niks meer in. Hij draait wel, maar je voelt totaal niet wat je doet. En de 3-versnellingsbak, ja, is ook niet echt modern meer. Wat wel lekker is, echt hout. Kom daar vandaag nog maar eens om in een niet-premium auto. In 1982 moest de immens populaire Cortina plaatsmaken voor de Sierra. Een auto die met zijn vormgeving zijn tijd ver vooruit was. Maar ondanks die futuristische vormen sloeg de auto toch aan bij het publiek. Als je hem nu bekijkt, een beetje vreemd, want eigenlijk is de auto gewoon foei lelijk. De 2 begeerlijkste modellen waren de XR4i en deze auto hier, de Aris Cosworth. ...204 pk drijven de achterwielen aan. De Sierra was er in het begin mee in het nadeel omdat zijn meeste concurrenten vooruraandrijving hadden. Maar heden ten dagen is het juist zijn voornaamste attractie, die achterwielaandrijving. In Engeland is deze auto nog bijna niet te verzekeren. Zo populair is die bij dieven. Maar als je een beetje rondkijkt in deze auto, ziet hij er niet echt begerenswaardig uit. Een keihard plastic interieur. Aan de andere kant heb je wel weer Recaro's. En dat is wel weer lekker. Maar als je al extra's en niet-extra's wegdenkt, hou je met deze Cosworth toch een echte rijdersauto over. Door de Londen-Mexico-rally te winnen in 1970 werd deze rally-escort de beroemdste escort ooit. Dit is overigens niet de auto die de rally in 1970 reed, maar een nabouw waarmee in 1995 de Londen-Mexico-rally opnieuw werd gereden. Overigens won deze auto weer. Praten gaat bijna niet in deze auto. Maar dat hoeft eigenlijk ook niet, hij spreekt voor zichzelf. Het is een echte brulboei voor in het terrein. Eigenlijk hoort hij helemaal niet thuis op het asfalt. Hij hobbelt, hij stuitert, comfort is 0. Maar wat een beleving!